Vandaag in Daily News. We hebben vanochtend heerlijk getraind, vroeg opgestaan daarvoor, goed getraind voor de wedstrijd van morgen. En daarna zijn we naar het Witte Huis geweest. Dat was heel bijzonder. We hebben wel ontzettend lang moeten wachten voordat we eindelijk naar binnen mochten vanwege de beveiliging. Maar eenmaal binnen was het toch wel speciaal om daar een keer binnen te zijn. En ja, het is toch wel apart om te zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. En verder hebben we nu een vrije dag en we gaan denk ik lekker shoppen weer, zoals gisteren ook. En verder gaan we samen wat eten vanavond en daarna gaan we lekker naar bed en dan zien we jullie morgen bij de wedstrijd.